toch een mooie foto. Ik ben stil. Ik heb geen mooie foto gemaakt. Maar inzoomen en dan stilhouden en dan... Nee joh, kijk, het wordt alleen maar blauw. Wat zie je? Het wordt alleen maar blauw. Ik heb een lolly nu. Wow. Dit is. Jullie zien recht voor ons de autogrill, daar gaan we stoppen en maximaal 10 minuten. Hoi, Marilu. Heb jij je masker op? Oh nee. Sophie. En de beste zijn. Wat doe jij hier? Volgens mij is jouw plaats ook daar. Joris gaat nu in een groot groen boos woedend beest veranderen. Rage! En dat is Sophie die schoon stuurt. Dat is Jeremy. Jeremy is gewoon. Hey. Jeremy is gewoon Jeremy. Hi. 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 Oh ho. Ja, jij hebt gewoon echt in coma gelegen. Oh ja, ga weg. Niet in coma, want ik ben niet ondergetekend zoals jij. Ik heb een wagen. 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 Lachen ze dat je samen ervan maakt. Ik zou er wel bij zijn. Wat toch maar? Ik zou daar liever zo van. Maar volgens mij zoek je moet je aan. Ik heb maar erg fijn. Zij komen ook aan. Mijn kussen. Ik hoef helemaal geen M&M's. Word je dik van? Voor kussens word je niet dik. Ik zou maar dik. Nog een baby. Nee! Kan niet zien. Geloof me, hier zie je het veel beter op, Chantal. Help, hartje! Oh, man! Wat doen we hier? Oh, ka. 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 Lisa, waar zijn we nu? Ik wil. Welke stad? Rome. In Rome, heel goed. Jeff, hoe vind je het hier? Deze tekst hebben we vorig jaar verteld, zie je dat zijn. En iedereen wil weten zo. Oh, ik dacht, we gaan eten. Maar ik zal het nog bij wel knoppen. Dat is heel goed. Dat zijn Martijn en Meerte. Hey! Hallo. Leuk. Wat dan, hè? Wat dan? Het was op een vrouw, maar het was een schuinmarcheerder. Want hij verkocht zijn hele paleis in één nacht en zo. Hij was echt een beetje een loser.
Hij dacht van ik moet iets goeds maken. En hij zei van als ik nou iets buitengewoon fantastisch ga doen, dan misschien dan is de vader te vermurwen en kan ik met zijn dochter trouwen. Dus hij heeft in één nacht het verhaal die dingen hier laten neerzetten. Hij ging triomfantelijk naar die vader toe, ging een wijntje drinken, een hapje eten. En hij zegt, moet je naar buiten kijken, daar staat een fontein. En die man die zag dat, dacht, ja, dan kan ik mijn dochter niet meer weigeren. Dus hij heeft godsnaam, nou ja, tamelijk knarsend heeft hij toegestaan met vertrouwen. Maar hij kon het eigenlijk niet meer zien. En dat is de reden waarom die man woonde daar, die twee ramen daar dicht gemesseld heeft, zodat hij naar zijn slaapkamer dat die vermalen derde fontein nooit meer zag. Is dit verhaal waar? Nee. Maar is het een leuk verhaal? Ja. Er zijn duizenden verhalen. Italianen houden van verhalen. Op die tankwater. Dus het is klopt iets, denk ik. En waarom hebben mensen een schild? Ja, in jouw kamer heb ik bij. Ik zeg toch anti-tankwater. Ik denk dat wordt gemaakt. Maar het is wel een beroemde... Maar waarom staan er schild voor? Ja, zijn er eigenlijk ook foto's? Ja, maar stel voor. Ja, het is gewoon een leuk ding. Jonge mannen die met dolfijnen en schildpadden, ja. Dat is een beetje een frivol ding. Stadspoort. Dit is het straatniveau. In de verte kijk je richting de Palatijn. En daarachter het theater van Marcellus. Daar komen we nog langs. Ook hier weer het Romeinse straatniveau hieronder. Kijk. Ook weer de gelaagdheid van die man. Rome is een ui, hè? Die kan je afpellen. Dan kom je laag van. In Marokko heb je dat ook. Dan word je blij